De avondklok wordt vanaf morgen, en dat is dinsdag 22 december, verscherpt naar 7 uur 's avonds. Tot 5 uur in de ochtend is het niet toegestaan zich zonder dringende reden op straat te begeven. Minister Amar Ramadine zei dit vanmiddag op een COVID-19 persconferentie. De verscherping is noodzakelijk om de ernstig toegenomen verspreiding van het COVID-19-virus af te remmen. De regering doet ook een beroep op de samenleving alleen bij noodzaak uit huis te gaan. Verder kan ik zeggen, met betrekking tot de samenscholing, dat die nog steeds staat vastgesteld op 10 personen. Het is nog steeds verboden om feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Alle publieke evenementen en of evenementen waarvoor toestemming gegeven was, komen per heden te vervallen. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn weliswaar toegestaan, uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 10 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen voor de genoemde activiteiten. Een andere indringende maatregel is dat alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten niet zijn toegestaan. Dit natuurlijk wel met uitzondering van de individuele sportactiviteiten. De bewindsman zegt verder dat het openbaar vervoer nog steeds is toegestaan. Op passagiers doet hij het dringend beroep zich strikt te houden aan de COVID-19-voorschriften. Ramadine gaat in op de nieuwe maatregelen voor commerciële activiteiten. Het is verboden vanaf 22 december 2020 de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële localiteiten of ruimten van welke aard dan ook open te hebben. Namelijk nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke, bordelen, bars, recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, dansscholen, aerobics, zumba, fitnesscentra of fitnessgelegenheden. Ook contactberoepen zoals kapsalons, nagels en andere zijn per 22 december niet toegestaan. Met betrekking tot de restaurants en commerciële gelegenheden kan worden aangegeven dat restaurants en andere commerciële gelegenheden per 22 december uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging zijn opengesteld. Dat is dus minister Amar Ramadine van Volksgezondheid. Hij gaf ook als advies mee dat handelaren al vanaf 5 uur in de ochtend open kunnen voor verkopen. Dit kan de drukte in de winkels door de dag heen helpen verminderen.